Even naar wat je daarvoor vertelde. Uh, hij kreeg opdrachten en waarschijnlijk omdat de mensen het mooi vonden, kreeg hij nog meer opdrachten en zo. Uh, kort geleden was er hier in uh, uh, Amsterdam een tentoonstelling en dan hebben we het over Ferdinand Bol en zo. En die bleek dan een zwager te hebben. En omdat die zwager weer die, uh, uh, in dat gedeelte zat kwamen ze allemaal bij elkaar uh, uh, samen daardoor kreeg die ander ook weer opdrachten. Dus eigenlijk is dat ook zo gegaan. Is er iets bekend over het familieleven? Uh, was hij, ik kan me voorstellen als je als een leuke man op al die uh, landgoeden komt, dat er ook leuke jonkvrouwen, freulus, van alles en nog wat aanwezig zijn. Uh, is er iets bekend uh, over zijn uh, liefdesleven? Um, dat weten zijn nakomelingen? Uh, dat weten we niet. Het archief van uh, Discaar uh, heb ik niet terug kunnen vinden. Ik denk dat het uh, ook er niet meer is. Maar ik houd er wel rekening mee ja. dat het teruggevonden zou kunnen worden. Ja. Uh, in de dagboeken van een aantal mensen uh, uit uh, Broekhuizen, de familie Pauw van Wildrecht, is correspondentie met uh, de familie Bout in Amsterdam uh, bewaard gebleven. Blijkt uh, op Wielbergen en in Rederoort, uh, blijkt dat hij dat altijd in zijn eentje gedaan heeft. Hij woonde er toch ook, als ik het goed heb hij, uh, hij deed ongeveer een maand uh, samengevat over een schilderij. Ja. Soms verbleef hij er langer drie maanden, maar hij heeft natuurlijk niet altijd aan zo'n schilderij uh, gewerkt. Nee, zo'n leuke dingen allemaal hebben gedaan ja. of zo. Maar echt niet, niet Wij, is er, er helemaal, want staat er dan niet zo'n dagboek. Uh, de zeer gewaardeerde gast was hier, of staat er. Hey, hij is eindelijk weg of zo? Hoe, uh... Nee, nee. Het is, uh, dat moet bij fantasie blijven, omdat er geen schriftelijke bronnen over zijn. U ziet het daar zeer. Wel, een historicus, hè? dat moet wel een feit zijn. Als het geen feit is, dan is het niet. Maar wij kunnen het ons wel voorstellen, denk ik. Ja? Maar uh, er zijn dus wel een groot aantal vooraanstaande Nederlandse families geweest. in de periode 1895-1929. Ja. Die uh, decennia lang contact hebben onderhouden en gehouden met Descartes. Ja. Zodat bijvoorbeeld de familie van Linde in Den Haag en op de Keukenhof in Lissen. Ja. Die zijn geschilderd in 1903, in 1905, in 1917 en in 1929. Zo blij waren ze met hem. Dus zij ja. moeten uh, die schilderijen gewaardeerd hebben. Want anders uh, neem je iemand anders. En ben je ook... Uh, tegenkomen wat de prijzen waren. Uh, voor wat voor prijzen werd er in die tijd een schilderij uh, geschilderd? Ja, dat, dat weten we wel. Okay. Uh, dat was uh, in, in Engelse ponden ongeveer 120 uh, Engelse pond. En dat moet je in euro's nu met ongeveer 12, 13. Vermenigvuldigen oh. en dan natuurlijk de inflatie uh, meerekenen. <laughs> maar helpen ze eventjes voor uh, mensen die niet zo goed in hoofdrekenen zijn? Aan het eind van de jaren hmm. 30 uh, verdiende een geschoolde arbeider tussen ongeveer 12 en 16 gulden per week. Ja, ja. Diskaar was niet de duurste. Uh, Sir Philip de Laszlo, de Engels-Hongaarse Society schilder, heeft uh, ook nogal wat mensen uit uh, de elite in diezelfde periode geportretteerd. Ja. Die was uh, drie keer zo duur dan deze kaart. Drie keer zo duur, oké. Okay. Dus uh, het viel nog wel mee. Je hebt er een boek over geschreven. Het is een prachtig boek. Het uh, uh, komt uh, de komende tijd uit of het is net uitgekomen dan. Um, wie gaat het lezen? Ja, dat... Uh, dat, dat Gewetensvragen. De uitgever uh, uh, van Gruting en ik weten dat natuurlijk niet. Maar uh, het roept toch een uh, vergeten kunstenaar uh, tot leven. Ja. Uh, <clears throat> Daarnaast hebben we geprobeerd om, als er een Nederlands portret is, om een, ook een korte biografie op te nemen. Van De geportretteerden. Dus al die families die willen, want hun overgrootouders staan erin. Die, die staan erin. Ja. En uh, er staat ook in hoe de relaties waren tussen die families ja. en ook uh, de eerdere of latere portretten door andere schilders in de tijd. Ja, dus ja. je kunt goed zien hoe iemand er heeft uitgezien, zeg maar, rond 1895, ja. maar ook in latere jaren. Sommige mensen zijn heel oud geworden, dus ja. die kun je een leven lang toch wel een beetje volgen. Ja, ja en dat, dat, dat heb je ook wel uh, daarin voor voor.